Hi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag wil ik het met je hebben over het leggen van de focus op dingen die je wel kunt. Wat we op de basisschool vaak al meekrijgen is dat we overal goed in moeten zijn. We moeten alles kunnen. We hebben een aantal vakken, we hebben rekenen, we hebben aardrijkskunde, we hebben geschiedenis, we hebben taal. En overal moet je een voldoende voor hebben. Het maakt niet uit of je het leuk vindt of niet. Het is gewoon de norm dat je overal een voldoende voor hebt. En pas op de middelbare school kun je de vakken laten vallen, zoals Frans bijvoorbeeld, waar ik niet heel goed in was. Die kon ik pas in de derde klas laten vallen. En daarvoor was het gewoon echt vechten om een voldoende te halen. Hoe vaak ben ik wel niet thuisgekomen met een 1. Maar Frans had en heeft mijn interesse niet. En ik ben gewoon niet zo heel goed in talen. En zeker niet als mijn interesse daar niet ligt. Dus het was voor mij heel lastig om daar de motivatie voor op te brengen. Om daar een voldoende voor te halen. Maar ik moest wel de focus leggen op dingen waar ik eigenlijk niet goed in was. En waar ik ook niet goed in wilde worden. He, dus wat je daarmee krijgt eigenlijk is dat je je focus legt op een tekort. Op iets wat er niet goed is. En op iets wat moet verbeteren van de maatschappij. Terwijl je er zelf eigenlijk niet heel erg op zit te wachten. Wat je dan krijgt is dat je focust op een tekort. En door het focus op het tekort zul je zien dat je ook meer tekorten aantrekt. Dus meer dingen die niet goed gaan. Meer dingen die je eigenlijk zou willen verbeteren. Of meer dingen die net niet gaan zoals je wilt. En dat komt juist doordat je je focus legt op dingen waar een tekort aan is. En niet op dingen waar een overvloed aan is. Waar voldoende van is. En wanneer je dat doet, dan zul je veel gelukkiger zijn en veel gelukkiger worden. We zien het ook op ons werk. Hè? We hebben een halfjaarlijks of een jaarlijks beoordelingsgesprek. En naast de dingen die goed gaan, worden er ook altijd punten aangehaald die beter kunnen. Waar je nog in moet of mag ontwikkelen. Net wat verplicht gesteld wordt en wat je leuk vindt natuurlijk. Sommige dingen zijn heel fijn om je daar verder in te ontwikkelen. Maar sommige dingen zit je ook gewoon echt absoluut niet op te wachten. Maar het wordt wel van je verwacht. Het wordt van je verwacht dat je overal goed in bent. En dus hebben we dat ook vanuit ons eigen mindset meegekregen. We leggen de focus op wat we niet kunnen. En dat zie je automatisch, niet automatisch, maar als je er bewust van bent, dan zie je dat terugkomen in heel veel dingen die je zegt en doet en denkt ook. Bijvoorbeeld, ik moet 10 kilo afvallen. Oh nee, dat kan ik niet, man. Dat is veel te veel moeite. Oh, ik moet gaan sporten. Ach, nee, dan moet ik dit doen of ik moet dat doen om dat te bereiken. Dat ga ik niet doen. Weet je, er zijn zoveel dingen die je onbewust benadert vanuit een tekort in plaats van een overvloed. Eigenlijk alles waarvan je denkt, oh nee, dat kan ik niet. Oh nee, dat wil ik niet. Of oh nee, dat gaat me niet lukken. Dat doe je vanuit een tekort. Omdat je denkt dat je alles moet kunnen. Dat je overal goed in moet zijn. Maar dat is niet zo. Je hoeft niet overal goed in te zijn. Je kunt ook voor kiezen om de focus te leggen op dingen waar je wel goed in bent. Wij vragen een vis ook niet om te gaan vliegen. Het is normaal dat een vis, als je die in de lucht gooit, als een baksteen naar beneden dondert. En niemand vindt dat raar. Waarom leggen wij onszelf dan wel op dat we alles moeten kunnen en dat we alles ook perfect moeten kunnen? Weet je, soms is het goed om gewoon de focus te leggen op dingen waar je energie van krijgt en waar je gelukkig van wordt en waar je wel goed in bent. Dus dat wil ik je ook vooral meegeven. Kijk naar wat je kan en kijk naar wat je leuk vindt. En ga daar verder in ontwikkelen en leg niet de focus op tekort in je leven. Want je zult zien dat je daardoor niet gelukkiger wordt, niet per definitie. En ja, het is gewoon logisch in principe ook, want als je kijkt naar iemand die een eigen bedrijf heeft en die niet goed is in de financiële boekhouding, die gaat dat uitbesteden. Als diegene wel goed is in het maken van video's, dan gaat hij video's maken, maar misschien niet de marketing die eraan vasthangt. Misschien besteedt diegene dat uit, omdat hij daar niet goed in is. Weet je, en zo is het ook voor jou. Ga gewoon dingen doen die je leuk vindt, waar je goed in bent en waar je nog verder in kan en wil ontwikkelen. En leg niet de focus op dingen die je niet kunt. Weet je, er zijn genoeg mensen in jouw omgeving die jou kunnen helpen met het maken van iets wat je niet kan. Of het ophangen van een schilderij als je dat lastig vindt. Of het verplaatsen van een lamp. Of ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Mensen zijn er ook voor jou, om jou te helpen. Weet je, je bent niet alleen op deze wereld. En focus je meer op de dingen die je wel kunt dan de dingen die je niet kunt. Want je zult echt zien dat je daar een veel gelukkiger mens van wordt.